Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 23 september, ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Muis is er ook, hè? Ja, Muis moest gisteravond spugen en ik vond het op een gegeven moment een beetje zielig, want ik hoor gewoon aan hun als ze gaan spugen, want dan beginnen ze al een beetje te kokhalzen. En ze zat op de bank, dus ik had haar heel snel van de bank gehaald. En dacht ik later al, heb ik niet te hard gedaan. Toen ging ze op de grond spugen en dat vind ik dan niet zo erg. Ja, voor haar is die overvelend, maar dan is in ieder geval, dan kan ik het makkelijk opruimen. En toen vond ik het ineens zo zielig dat ik haar een beetje hard van de bank had gehaald. Nou ja, niet hard, ik heb niet geknepen of zo, maar omdat ik snel handel, dan doe ik echt zo van pioep. Weet je, dan haal ik haar gewoon vluchtig van de bank. En ik was bang dat ik haar pijn had gedaan. Toen gingen we daarna even knuffelen, maar volgens mij was alles goed. Want ze knorde al heel snel weer. Ze was weer aan het spinnen, dus volgens mij was het allemaal wel goed. Dus ik kwam daarna ook gewoon weer bij me zitten. Dus ik denk dat het niet erg was, hè, muisje? Maar was niet leuk, hè, dat je moest spugen. Nee. Ik heb net even een video gekeken en ik moet zeggen, dit zijn normaal een soort video's die ik nooit kijk. Het was namelijk een prank video. En normaal zijn het niet echt video's die mijn aandacht trekken of die ik heel erg tof vind. Maar deze was van een meisje die ik al best wel lang volg op YouTube. Zeker al een paar jaar. Ik moet even mijn horloge goed doen. Mijn velletje zat er namelijk tussen en dat is niet fijn. Maar goed, dit was een. Dat meisje dat heeft nu heeft een vriend en die houdt heel erg van tatoeages. Die had ook al tatoeages toen ze hem leerde kennen en die wil dus nu een sleeve. Die wil zijn hele arm vol. Maar persoonlijk is dat niet iets waar ik heel erg van hou. Want ik, ja, bij sommigen is het best wel mooi, maar ik denk vaak ook, je kunt niet eens meer zien wat erop staat. Maar goed. Ze waren dus naar de tattoo shop geweest en hij had weer een stukje op zijn arm uitgebreid. Hij had zijn arm een stukje uitgebreid, dus weer met een tatoeage. En de moeder van dat meisje, die is dus heel erg tegen tatoeages. En die had dus echt, toen dacht zij van, ik ga een prank uithalen met mijn moeder. Zij had op AliExpress van die fake tatoeages besteld en die had ze aan de binnenkant van haar arm geplakt. En toen zijn ze naar haar ouders gegaan. Toen vroeg ze dus eerst van, ja, wat vind je van zijn tatoeage? Nou, niet zo. Want... En toen zei ze, ja, wat vind je dan van deze? En die reactie van haar moeder, die was gewoon goud waard. Want haar moeder, die vond het gewoon echt verschrikkelijk. Je zag gewoon die reactie. Het was ook echt zo, ze stond ook echt op het punt om helemaal uit haar vel te springen. Ze was zich heel erg aan het inhouden. Uiteindelijk vertelde ze dat het een fake tatoeage was. En zei de moeder, nee, dat moet je nooit doen. En echt niet doen hoor. En haar vader vond het heel jammer dat hij nep was. Die vond het wel heel tof. Ja, weet je, ik heb tatoeages, Nathalie heeft ook tatoeages. Wij hebben wel het geluk dat onze ouders er nooit tegen zijn geweest. Of, ik bedoel, mijn vader is zelfs mee geweest bij twee van de tatoeages die ik heb laten zetten. De derde heb ik dan met Nathalie, is Nathalie mee geweest. Ik kan wel zeggen, samen met Nathalie. Zij heeft dan ook een tatoeage laten zetten, maar het was wel iets anders. Dus, ja, die zijn er nooit op tegen geweest. Mijn vader heeft ook tatoeages, mijn moeder die... Die heeft geen tatoeage, die hoeft ze ook niet. Maar die vindt het bij Nathalie en mij wel mooi. En ik denk dat het ieder zijn smaak is, want je hoeft ook niet alles mooi te vinden. Ja, bij de piercings idem dito. Alleen ik denk wel, ik weet niet of je het als ouder zijnde kunt verbieden. Hè. Je kunt wel zeggen van zolang je onder ons dak woont, wil ik gewoon niet dat je het doet. Maar zodra je kind op zichzelf gaat en ze het graag willen, denk ik dat ze het toch wel doen. En dan kun je het toch niet meer tegenhouden. Ja, je kunt het niet leuk vinden, maar goed, het is toch het lichaam van je kind wat dat betreft. Ik denk ook als mijn ouders het niet tof hadden gevonden, dat ik het uiteindelijk als ik het zelf had gewild ook had gedaan. Ja, weet je, het is mijn lichaam, dus... Ik doe wat ik mooi vind. Maar die vond ik dus wel leuk. Gisteravond heb ik naar Frank en Rogier gekeken. Ja, was op zich ook wel weer leuk. Het is altijd wel zo met dat soort programma's. Als je er eentje hebt gezien, heb je ze eigenlijk allemaal gezien. Omdat het elke week wel hetzelfde is. Maar het zijn natuurlijk wel hele andere thema's. Het zijn andere mensen. Ja, het was wel weer goed gelukt. En die mensen waren heel blij ermee. En ik ben dan wel benieuwd of zo'n bed and breakfast nu wel loopt. Zeg maar. Of ze nu wel goede reviews krijgen. En of het nu wel... een beetje aandacht heeft gekregen. Dus daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar dat was wel leuk.
Daarna heb ik Lieve Vrogers gekeken. Dat was echt weer onwijs zielig. Dat was echt weer janken tot de max. De eerste wens. Oh ja, dat was een jongen. En die was 2,5 meter. Maar die had ook maat 55 van schoenen. Gewone schoenen waren al moeilijk te kopen. Maar hij wilde heel... Hij voetbalde. En hij voetbalde dus op zijn eigen schoenen. Omdat ze gewoon nergens voetbalschoenen in maat 55 konden vinden. Toen had die moeder de Vrogers ingeschakeld. En die hebben uiteindelijk via een man die werkt in Duitsland. Die heeft al voor heel veel mensen schoenen gemaakt. Want er zijn dus zelfs mensen op de wereld die maat 65 hebben. En die kon dus die voetbalschoenen kon die maken. Dus die jongen was helemaal blij. Dus dat was wel leuk. Uiteindelijk was de tweede wens, dat was van een mevrouw die had kanker en die wist ook dat ze uitbehandeld was. Dus ze wist niet hoe lang ze nog te leven had, maar wel dat, ja, dat ze niet meer beter kon worden. En die wilde heel graag met haar gezin leuke herinneringen maken. Dus toen gingen ze aan het strand in een hotel aan het strand slapen en ze kregen een optreden van OG, maar het was wel gewoon wel heel zielig. Er was op het einde gelukkig nog geen bericht dat ze overleden was. Dus dat was wel mooi. Maar het is natuurlijk wel heel sneu dat je gewoon weet dat je ja, niet lang meer hebt. Dus dat vond ik wel heel sneu. Ik heb Marcella gekeken, wat ook weer spannend was. Ik heb Rex gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt voor het artikel voor vanavond. En ik heb de vlog afgemaakt. Dat ging op zich prima, maar het exporteren was weer even drama. Want... hij heeft er echt moeite mee. Op mijn laptop is op het moment al niet zoveel plek. En als hij hem opslaat, kan zo'n bestand gewoon rustig 7 gigabyte zijn. Ja, dat is gewoon best wel groot. Uiteindelijk heb ik hem tot 5 gigabyte kunnen omzetten. Doordat ik hem in een iets ander bestandje heb omgezet. Dus hij is nu gelukkig wel opgeslagen. Maar het is altijd wel weer een beetje een trouble waar we mee spelen. Dus dat was mijn avond. Ik ga nu aan de schoonmaak. En daarna ga ik even bullet journalen. Ik ga de woonkamer lekker doen. Ik heb nog een pakket binnengekregen. Maar dat is voor een samenwerking. Dat is een samenwerking. Ik heb eerder met dat bedrijf samengewerkt. En die vroegen of ik nog een keer wilde samenwerken. En dat is een bedrijf voor hangmatten en hangstoelen. Dus dat pakket heb ik nu binnen. Daar moet ik dan zaterdag even foto's van maken. En dan kan dat artikel volgende week online. Maar zodra ik dat heb uitgepakt, ik laat het nu even dicht zitten. Ik denk dat dat zaterdag wordt, zal ik het jullie wel even laten zien. Want het heeft nu niet zo heel veel zin om dat te doen. Omdat ik er toch nog niks mee ga doen. Omdat ik de foto's nog niet ga maken. Dus dat is dat. Ik ga nu aan de gang, dus ik ga jullie erbij zetten. Zo, katten hebben net lekker gegeten. Ik denk dat het schoonmaken een beetje rommelig was, want ik kreeg weer een idee in mijn kop. Ik had nog witte spuitverf boven staan. Ik heb best wel wat lelijke plekken op mijn plafond, op mijn muren, omdat ik vliegen doodsla en die laten sporen achter. Dus ik dacht, als ik dat nou eens even wit ga spuiten, dan kan ik je laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld gespoten. Ik had een hele lelijke plek. Hier had ik een hele lelijke plek, die is nu weg. Dus dat voelt wel heel fijn, maar dat zijn dan weer ideeën die ik op dat moment in mijn kop krijg. En dan moeten ze ook direct uitgevoerd worden. Het nadeel was wel dat mijn hele nagels onder de verf zaten, dus de lak is er nu af. Dus ik moet eventjes dat vanavond opnieuw doen. Ik zal eens even kijken of er vanavond weer voetbal is. Ik dacht het wel. Als ik weet waar de app is.
Alles is verplaatst. Ja, super tof. Ja, dat kost dus even wat meer tijd. En dat geeft niet. Want ik was op zich tevreden. SBS6. Ja, zie, er is weer voetbal. Dus dat betekent dat ik vanavond OB's kijk en Bureau 40. Mijn artikel ga schrijven. Ik moet nog een thumbnail maken. Ik moet nog de vlog uploaden. Dus ja, dat zijn dan even de klusjes die ik nog moet doen. Maar ik ben voor nu wel weer heel tevreden. Want ja, ik heb dan toch die dingen wel weer even gedaan. En ja, het is gewoon soms vervelend dat je een idee in je kop krijgt en dat gelijk wilt uitvoeren. Maar op zich, het is allemaal wel weer lekker schoon. Dus dat is fijn. Ik ga straks lekker douchen en eten. Ik ga nog even de zwarte was aanzetten, want die rok die moet ook in de was. En dan ja, gewoon een avondje voor de televisie. Ik kijk Marcella. En ja, dat is het dan ook wel. Ik moet niet zo als een malle. Tjoe. Ik had even het raam opengezet, zodat er eventjes de geur eruit kon. Die is nu ook weg. Dus ja, zo heb je ideeën die je dan gelijk wilt uitvoeren. Ik heb ook nog even lekker gebullet journal, dus dat gaat ook wel lekker. Maar nu ga ik nog even lekker relaxen, want ik ben nu al zat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Morgen zal ik niet heel veel kunnen vloggen, want ik heb morgen een drukke planning. Ik heb therapie, ik moet boodschappen doen en ik moet een cadeautje halen, want ik moet naar de Action. Mijn moeder is zondag of zaterdag jarig en dan ga ik zondag heen. Dus daar moet ik eventjes wat voor vinden. Maar daar vertel ik jullie morgen dan even wat meer over. In ieder geval, voor nu is weer klaar wat ik wilde doen. En ik hoop dat de beelden niet al te onduidelijk zijn geweest. Maar dat zie ik pas met editen natuurlijk. Maar het zal een beetje rommelig zijn, omdat ik dus nu met dat spuiten in mijn hoofd zat. Maar goed, ik zal bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 24 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb vandaag een vrij drukke planning. Ik ga eerst om 2 uur boodschappen doen. Dan heb ik om 3:30 therapie. En daarna ga ik naar de Action met mijn coach. Want ik moet cadeautjes hebben. Mijn moeder is dit weekend jarig. En daar ga ik ook heen. Vorig jaar kon ik niet gaan. In verband met dat het vervoer wat lastig was. Dit jaar kan ik gelukkig gaan. Ik had aan mijn vader gevraagd of ik mee kon rijden. Even misschien voor de mensen die het... Ja, ik heb het eigenlijk nooit verteld. Maar mijn ouders zijn gescheiden. Al 18,5 jaar. Dus ja, het is voor mij al zo gewoon dat ik het heel snel vergeet om te vermelden. Maar ze zijn wel als vrienden, ze zijn wel vrienden, zeg maar. Dus ze zijn op, ja, ze zijn op wat dat betreft wel op een vriendschappelijke manier uit elkaar gegaan. En nu, ja, ze komen dus ook gewoon bij elkaar op de verjaardag. En dat is wel heel fijn, ook voor Nathalie en mij. Want wij hoeven onze verjaardag bijvoorbeeld niet in delen te vieren. Dus dan voor mijn vader, dan voor mijn moeder. Dat kan gewoon bij elkaar. Dat is natuurlijk heel fijn. En dat is ook best wel uniek, want dat hoor je niet vaak. Want het is ook vaak zo dat er vechtscheidingen zijn. Maar in onze situatie is dat gelukkig niet zo. En kunnen wij het op deze manier vieren. Dus we kunnen gewoon bij elkaar zijn. We zijn ook gewoon mee weer met 5 man. Ja, we zijn met 5 man. Dus, klopt dat? 1, 2. Ja, we zijn met 5 man. Inclusief Lente, maar Lente telt dus ook niet mee. Dus het is helemaal coronaproof. En nou ja, dat is wel heel erg leuk. Maar daar moet ik dus een cadeautje voor hebben. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar OB's. Vond ik een hele mooie uitzending. Deze man die woog 178 kilo en moest 30 kilo afvallen minimaal voor zijn traject. Natuurlijk gaat hun traject daarna nog door, maar dat is dan niet meer voor televisie en voor het programma. En hij had zijn doel gewoon ruimschoots behaald, want hij was volgens mij 35 kilo afgevallen. Nou, dat vond ik heel knap. Ondanks dat hij best wel veel tegenslagen had. Hij had op een gegeven moment wondroos en allerlei dingen, waardoor hij ook een tijdje niet kon sporten. Maar hij had zijn doel wel behaald. En ook natuurlijk omdat corona tussendoor kwam, dat ze niet meer naar de sportscholen kunnen, gaan ze toch wel manieren bedenken om het toch nog te doen. Kijk deze plukjes, hoe raar zijn die. Ik moet die echt zo... Nou, of ze moeten bij mijn haar, of ze moeten bij het knipje vast, maar ik weet niet of dat lukt. Daarna heb ik Bureau 040 gekeken. Ik heb ook nog een programma op Nederland 1 gekeken. Ik weet even de titel niet meer. Dat ging over mensen gaan ze 6 maanden lang meekijken met hun financiën. Dus hoe leven zij? En het ene gezin heeft heel veel te besteden. Dat ene gezin dat verdiende 100.000, 150.000 euro per maand. Hallo! Zoveel geld. Die man werkt ook dag en nacht hoor.
En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld ook heel hard werken, maar echt nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Dan was er ook een gezin die hadden 7 kinderen. Die hadden ook best wel een ruim inkomen, maar die, ja, dat was toch wat duurder. En nog een gezin die zaten te wachten op de schuldsanering en die hadden 300 euro per maand. Dus dat betekende 75 euro per week. Dus ja, best wel interessant om te zien. Dus dat zou ik best wel willen blijven volgen. Dus dat is wel, ja, was heel erg mooi. En vanavond begint Klem. Eindelijk, ik heb er zin in. Ik ga het opnemen en dan kijk ik het later eventjes vanavond. Want je hebt, ik wil ook nog even Ranking the Stars terugkijken. Je hebt ook Chantal komt werken. Maar daar heb ik heel veel zin in. Even de outfit. Ik heb nog geen schoenen aan. Ik ben nog zo verkouden, jongen. Ik ben zo aan niche. Maar vandaag mijn Friends trui. Ja, ik vind hem leuk. Mijn all-time favorite broek. En ik moet nog schoenen aan, maar ik pak zo gewoon even een paar sneakers. Ik ga even die haarplukjes een beetje goed doen. Dan ga ik even hier stofzuigen. Dan is het netjes als mijn coach straks er is. Sowieso netjes, het is nodig. En dan zal ik vandaag weinig vloggen, omdat er dus eigenlijk niet veel te vloggen valt. Omdat ik meer van huis ben, omdat ik thuis ben. Maar ik zie jullie sowieso natuurlijk weer als ik terug ben. Dus dat is eventjes de planning. Ik ga eventjes aan de gang. Zo, ik ben weer terug thuis. Het is laat. Het is 5 voor 6 geloof ik. Ja, zie. Maar ik heb alles gedaan wat ik moest doen. De boodschapjes zijn binnen. Ja, gewoon goed bezig geweest. Ik ga jullie morgen ook even de boodschapjes laten zien wat ik nog kan laten zien. Want ik ben nu best wel zat, aangezien het best wel druk was. Ik heb heel veel bij de Action geweest en... Ja, allemaal weer wat meer prikkels. Dus voor mij is het nu beter om dat morgen even jullie te laten zien. Maar zo spannend is het niet. Maar hey, hè? Het is even voor dat gevoel. Het was een positieve middag, dus ik ben heel tevreden. Ik ga zo dus lekker douchen. Dan ga ik zo meteen shawarma met frietjes eten. Daarna ga ik eventjes... daarna zeg ik... Vanavond goede tijd kijken. Heel spannend nu. Ik ga Chantal van werken kijken. En daarna dan even Ranking the Stars en dus Marcella en Clem, waar ik heel veel zin in heb. Dus verder niet heel veel bijzonders, maar dikke prima. Dus het is allemaal niet heel speciaal, maar het is wel gewoon, het was een fijne dag. Maar nu ben ik best wel moe. Dus ja, ik had kattengrit gehaald. En ik kreeg dus voor mijn verjaardag nu een zak met voer. Voor vogels. Dus ja, dat is misschien leuk voor als ik... met de tijd een keer op het balkon iets voor vogelvoer gaan ophangen. Maar ja, ik heb er natuurlijk niet heel veel aan. Maar maakt niet uit, het gaat om het idee. Ja, ik ga nu lekker douchen en ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want mijn energie is nu gewoon echt op en ik heb weinig energie om nog wat te vertellen. Ik ga in de relax modus en ik zou zeggen, ik zie je morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 25 september. Ik ben klaargemaakt. Met pijn en moeite. Want ik voel me ineens totaal niet goed. Ik ben eigenlijk wel goed opgestaan. Ik heb gesport. Ging eigenlijk allemaal goed. En ik zit net aan mijn tafeltje om mijn make-up te gaan doen. Ik heb mijn lampen aan. En ik kon me toch een partij hoofdpijn opzetten. Ik ben misselijk. Ik voel me ineens totaal niet lekker. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb net even een aspirintje ingegooid. In de hoop dat het wat beter gaat. Ik heb last van mijn buik. En ik had een spijkerbroek aan. Maar die heb ik nu verruild voor een hele simpele legging. Omdat het gewoon allemaal niet lekker zat. Ik gewoon even geen strakke dingen aan wil. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar het is wel super vervelend. Het vervelende ook is dat ik zometeen de kapstok eraf ga halen. Ik heb een paar weken geleden die kapstok opgehangen. En ik was eigenlijk best wel tevreden. Alleen hij komt nu net zo hard weer naar voren zeilen dat de plug uit de muur komt, dus er gaat iets niet goed. Ik heb nu geen materiaal om het op te lossen. Misschien dat ik mijn vader nog even kan appen of hij misschien wat grotere pluggen mee wil nemen, dat ik die zondag mee kan nemen als hij die heeft, zodat ik die kapstok dan volgende week even opnieuw op kan hangen. Of ik moet even vragen of hij een keer tijd heeft om ernaar te kijken. Maar het is altijd een beetje lastig omdat hij overdag geen auto heeft. En het nu ook niet echt weer is om met de scooter deze kant op te komen. Omdat het best wel een eindje toeren is. Dus ik ben er een beetje klaar mee. En ik vind het gewoon niet meer verantwoordelijk. De katten eten daaronder.
als die kapstok als het afknapt en hij komt op een van die katten terecht, ik vergeef het mezelf nooit. Dus hij gaat er gewoon af. Ik ga ook de jassen wassen die er aan hangen. En dan ga ik wel even kijken of mijn vader een andere plug heeft. Heeft hij dat niet? Dan ga ik gewoon... Ik heb nog een ander kapstokje staan die heel licht is. Hang ik die gewoon zo lang weer eventjes op. En dan totdat er even tijd is om deze te fixen. Want dit is gewoon echt niet oké. Dus ja, ik kan het jullie laten zien. Ik zal even op de trap gaan staan. Maar kijk, dit is de situatie. Die komt heel erg uit de muur. Deze ook. Ik vind het gewoon niet... ik vind het gewoon niet veilig genoeg. Dus die gaan we er eventjes afhalen zometeen. Verder ga ik de Action Shop nog opnemen. Alvast voor volgende week zaterdag. Want of ik het nou vandaag film of maandag, dat maakt niet heel veel uit. En vandaag is beter, want nu heb ik alle spullen nog. Want er gaan zondag natuurlijk een aantal spullen mee, omdat er cadeautjes bij zitten. Dus dan heb ik in ieder geval de Action Shop nog opgenomen. En ik wil even bullet journalen, dus daar blijft het ook een beetje bij. Ik heb ook gisteren ook wel lekker gegeten. Ik had zwarmen met patat, dus het was allemaal prima. Ik heb lekker televisie gekeken, Chantal komt werken. En daarna heb ik Ranking the Stars eventjes gekeken. Het was woensdagavond op tv, had ik opgenomen. Ik heb Marcella gekeken, ik moet nog 2 afleveringen. Ik ben er bijna doorheen, maar seizoen 3 blijft toch wel vaag. Oh, verschrikkelijk. Dus ja, dat. Ik had trouwens wel een hele leuke kaart van mijn moeder gekocht. Maar die heb ik jullie niet kunnen laten zien. Want die had ik al op de bus gedaan. Maar ik heb er wel een foto van gemaakt. Want ik had hem even naar Nathalie geappt. Ik zal hem eens even opzoeken hoor. Het is deze kaart. En misschien denk je, wat een rare kaart om naar je moeder te sturen. Komt die lekker over? Ja. Er staat een koe op. Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel winkels waar je kaarten kunt kopen. Ik heb er een, zoals ik weet dat Zeeman kaarten heeft, maar ik had niet heel veel tijd om heel veel winkels af te gaan gisteren. Dus ik ga altijd naar een winkeltje toe, maar die heeft op zich vrij relatief dure kaarten. Ik vind het niet erg om in een kaartje te investeren. Toen zei mijn coach ineens, kijk, ze hebben hier ook een bak met kaarten, die waren wat goedkoper. En er zat dus deze kaart tussen. En waarom heb ik voor deze kaart gekozen? Dat is puur omdat de groepsapp van mijn moeder, Nathalie en mijzelf, die heet de koeienapp. We weten nog steeds niet waarom ooit die naam is gekomen. Het is ooit begonnen met de weet ik veel app. Maar toen gingen we die app ook gebruiken als weet ik veel niet op tv was. Dus toen had Nathalie zoiets van, ik ga de naam veranderen. En die heeft het de koeienapp genoemd. Dus ik vond deze koe wel grappig omdat onze groepsapp zo heet. Dus daarom heb ik die kaart gekocht. Dus die is op de bus gegaan. Ik ben op zich ook wel uitgerust, want ik was gisteren... Hou je mond. Ja, ik was ook gewoon best wel moe. Moet ik zeggen dat het heel druk was in de winkel. Of in de winkelstraat. Met boodschappen doen. Het was heel druk. Dus dat betekent voor mij extra prikkels. Waar ik de laatste tijd toch wel achter ben gekomen dat ik er meer last van heb. En dat geeft helemaal niet. Maar dan ben ik daarna ook gesloopt. Ik had ook last van mijn rug. Alles deed me zeer. Dus ja, ik ben op zich wel uitgerust. Alleen is het jammer dat ik me nu even niet zo lekker voel. Maar ik ga even goed wel mijn dingen doen. Want stilzitten kan ik sowieso niet. En dan kan ik gewoon, hoop ik dat het straks wat beter gaat. Die aspirine gaat werken. Ik had net gewoon even het moment dat ik echt het gevoel had dat ik moest overgeven. Ik me daar ook niet aan wilde toegeven. Want ik had mijn medicijn genomen. Ik weet gewoon, die medicijnen zitten nog niet in mijn bloedbaan. Dus als ik ga overgeven, komen die er ook uit. Dus dat ben ik aan het tegenhouden. Maar... we hopen gewoon dat het met de aspirine wat beter gaat. Maar goed, ik had trouwens ook nog Klem gekeken gisteravond. Goed begin van seizoen 3, aflevering 1. Maar je moet weer eventjes inkomen, omdat je geen terugblik krijgt van vorige seizoenen. Voor mij is het fijn, ik heb de seizoenen niet zo lang geleden bekeken. Dus ik weet alles nog wel. Maar ik kan ook begrijpen dat als mensen de seizoen op televisie echt hebben gezien. En het laatste seizoen was uit 2018. Er zit toch 2 jaar tussen. Dat wat lastiger is. Ik kan nog even een paar dingetjes laten zien die ik gisteren had gehaald. Ik heb het meestal opgeruimd. Ik heb namelijk een spelletje gekocht. En dit is een spelletje. Wij hebben dit jaren geleden hebben wij... Of ja, god... Ik zeg dingen die helemaal niet kloppen. Wat is er mis met mij vandaag? Dit spelletje, we zijn vorig jaar hebben wij een barbecue gehad bij mijn vader en zijn vriendin. En hun zijn heel erg van, of
Zijn vriendin is wel erg van de spelletjes. Wij deden thuis nooit heel veel spelletjes. Maar daar hebben wij een spelletje gespeeld. En dat heette Dobbel. Dat vond ik superleuk. Nou, is Nathalie, die kwam een... Ja, volgens mij is het vorig jaar ergens geweest. Die kwam toen bij mij een dagje. En toen gingen we ook een spelletje doen. Maar ik heb wel spelletjes. Maar heel veel spelletjes. Ja, of ik heb Twister. En Twister is hartstikke leuk. Maar daar moet je zin in hebben. Maar de spelletjes die ik heb, die zijn vanaf 4 personen of meer. Dus Nathalie zei, je moet eens gaan investeren in spelletjes. En ze had ook wel een punt. En Nathalie heeft laatst een spelletje ook gekocht. En nu kwam ik hem tegen bij het kruidvat. Het is Dobbel. Het fijne is, hij zit ook al in een blikje. Dit is een zoekspelletje. Je moet de symbolen vinden. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Het is echt een heel leuk spelletje. Je kunt hem vanaf... met 2 tot 8 mensen spelen. Het duurt ongeveer een kwartiertje. Het is vanaf een leeftijd van 6 jaar. Maar het is dus dit spelletje. En deze kostte nu 7 euro bij het kruidvat. Toen had ik zoiets. Nou, daar wil ik hem wel voor meenemen. Omdat ik hem echt super leuk vind. En ik weet dat Nathalie hem ook leuk vindt. Dus zou ze een keer hier komen en we willen een spelletje doen. Heb ik een spelletje. En ik geloof dat Nathalie wel er wat meer voor heeft betaald. Want volgens mij kostte ze normaal 13 euro. Maar bij het kruidvat was hij dus nu 7 euro. En ik had even maandverband bij het kruidvat gekocht. En van de boodschappen wat ik nog over heb is niet heel veel. Want het meeste is dus al opgeruimd. Wat ik natuurlijk gezegd dat ik het zou laten zien nog. Het enige wat ik hier nog in heb zitten dat is een fles cola. Die ik even had meegebracht. Ik heb een boontjes. Ik ga vanavond boontjes eten. En ik had ook boontjes gehaald voor mijn moeder. Want de boontjes waren bij de Plus supermarkt 50 cent voor 500 gram. Dus ik had aan mijn moeder gevraagd. Wil je soms ook boontjes? Omdat mijn moeder het ook heel lekker vindt. Dus ik heb voor mijn moeder een zakje boontjes. Die letterlijk 30 cent kosten. Maar ik zie even. Ik ga er even op zitten. Maar goed, dit zakje. Oh, kijk, hier is dit. Oh, hij is helemaal vervulverd. Ja. Ja, ik heb hem gescand, zeg maar. Ik scan altijd zelf bij de Plus. Ik heb het stickertje gescand. Die heb ik op het zakje geplakt en daarna heb ik hem dichtgemaakt. Maar die is dus voor mijn moeder. Wat ik er verder nog in heb zitten is even kattenvoer. Ik heb even koffiecupjes gehaald. En ik had nog een leuke blouse gekocht. Dat is deze. Die hadden ze bij de Lidl. En het is helemaal uit mijn comfortzone, want het is een beetje een zebra printje. Maar ik vond hem toch wel heel erg leuk. Ik heb wel een emmetje, want S was er niet. Maar met een blouse, die kun je ook weer leuk in je broek stoppen. Dus die vond ik wel leuk. Dus die heb ik nog even meegenomen. Maar goed, ik ga nu eventjes stofzuigen. Ik ga eerst die kapstok eraf halen en de jassen even in de was gooien. Dan ga ik even stofzuigen. De kattenbak scheppen en dan ga ik eerst even de video opnemen. De Action Shoplog, want dan staat die erop. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is even de planning. Zo, ik heb alles klaar. De video staat erop. Ik heb even gebullet journaled. De groente is nu afgehaald. En nu is mijn rug weer heel erg pijnlijk. Dus ik ga het nu ook even rustig aan doen. Straks lekker douchen en koken. En dan ga ik de bank op. Met een heerlijk kopje koffie. Want ik ben echt zat. En ik irriteer me heel erg. Want ik zie overal stof. En dat moet nu even weg. Want ik kan er niet tegen. Want ik heb dus alles schoongemaakt. Van de week. En nu zie ik gewoon weer dat heel veel... vol licht. Nou goed, vanavond verder op de planning. Ik ga de Masked Singer kijken. Ik ga Marcella kijken. En ook
Feuten kijk ik vanavond. Ik moet mijn artikel online zetten. Ik moet de video nog bewerken. Dus wat dat betreft heb ik best wel wat dingetjes op de planning staan wat niet erg is. Maar in ieder geval hoop ik dat ik me morgen fitter voel en morgen even alles ga kunnen doen wat ik wil doen. Ik heb wel de kapstok eraf, dus die staat boven, want die kwam echt al van de muur af. Dus heel goed dat ik hem nu af heb gehaald. Ga ik even het wasje aanzetten met de jassen en dan is alles ook wel weer redelijk oké. Misschien dat ik vanavond tussendoor nog even de was, tussen de reclames er even de was wil afhalen, want dat is ook echt een drama. Maar in ieder geval, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik voel me echt gewoon nu niet goed genoeg en ik heb verder niks meer te vertellen. Het is alleen maar geklaagd, dus ja. Ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen en dan hoop ik dat ik weer met een frissere start kan beginnen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 26 september. Ik ben klaargemaakt. Mijn moeder is vandaag jarig. Dus mam, mocht je dit zien, gefeliciteerd. Al heb ik je al gefeliciteerd via WhatsApp, via Facebook en ook. Ik had mijn kaart gestuurd en morgen ga ik erheen. Dus dat. Ik voelde me eigenlijk een stuk beter gisteren. Ik voel me nu weer een beetje niet helemaal top. Weer dat hoofd wat niet helemaal lekker gaat. Ik had gisteren op een gegeven moment, ik ben even op de bank gaan liggen. Ik heb zelfs even geslapen. En daarna voelde ik me eigenlijk al wel weer beter. Toen ben ik lekker onder de douche gegaan. En heb ik lekker gekookt en het was eigenlijk allemaal prima. Maar nu voel ik me heel wat minder. Ik voelde me net heel uitgeput. En dat snapte ik niet, want het is al zeker een uur geleden dat mijn sportsessie erop zit. En ik had echt zoiets van, waarom ben ik nog zo aan het nahijgen? Terwijl ik er eerst niet zo last van had. Maar dan ga ik na het sporten ga ik op de bank even zitten. Ik kijk meestal even een YouTube videootje. Ik neem mijn medicijnen, ik drink mijn chocomelkje. Dat is mijn opstartroutine. Maar ja, weet je, en dan sta ik op en dan voelt het ineens minder lekker. Ik heb het ook gewoon heel erg koud. En ik weet niet eens hoeveel graden het is, eerlijk gezegd. Laten we even kijken. Er komt weer zo'n melding binnen van AliExpress, waarin ik geen bestelling heb staan. Ik wil nog wel dingetjes bestellen trouwens. Ja, het is ook 14 graden en het is overwegend bewolkt. Dus op zich is het niet heel raar. Ik heb al een wat dikkere trui aan, maar ik heb wel weer de legging aan die ik gisteren had aangetrokken. Omdat mijn buik niet helemaal lekker is. Dus dat. Gisteravond heb ik naar de Masked Singer gekeken samen met Nathalie. Iedereen in ons eigen huis. We hebben via WhatsApp gecommuniceerd. En ik zei tegen en we gingen kijken. Ik zal eens even kijken hoor. Ik heb een heel lijstje gemaakt. Ik hou dit bij. Gisteren deden er mee een kameleon, een koning, een vuurvogel, een skelet en een lama. Bij de kameleon. Ik kan eigenlijk wel even zeggen wat wij denken. Nathan en Nick die houden echt bij. Die gaan echt raden, proberen te raden wie er in het pakje zit. Voor de mensen die nou niet weten wat de Masked Singer is. De Masked Singer dat is een programma waarin bekende Nederlanders in een pak zitten met een masker op. En die gaan een liedje zingen en dan gaat de jury proberen te raden wie erin zit. Nou, bij de kameleon hadden wij sowieso, het is een vrouw, ze komt uit GTSD, het is een duizendpoot en een pechvogel. Babette van Veen is een optie en Victoria Koblenko, maar ik neig meer naar Victoria Koblenko. De koning, ja dat is een hele leuke, want houdt van spelletjes, is een DJ, een man, iets met een suikerknotje, maar we weten niet of dat de juiste hint was, want je krijgt ook hints die niet goed waren. Of die fake zijn om mensen op het verkeerde spoor te zetten. Sport, het is een man. Een social media. Amerika kwam erin voor. Toen dacht ik aan Dylan Hagens. En later hebben wij ingezet op Dave Roelvink. Die moet ik trouwens nog eventjes erbij zetten, zie ik nu. Omdat ik bij het zingen later gewoon heel erg een Amsterdams accent hoorde. En Danny de Munk, die dacht ik er eerst in te horen. Maar de hints die komen niet overeen. Dus we hebben nu maar ingezet op Dave Roelvink.
De vuurvogel, die is er nu uit. Ik kan ook gewoon vertellen wie dat is. Wij hadden het goed geraden, want het is toch al bekendgemaakt op social media. Als deze vlog online komt, dan is alweer bijna de nieuwe uitzending. De vuurvogel, dat was Willeke Alberti. Die is er dus ook uitgegaan. Die moest zich onthullen. In eerste instantie hoorde ik het niet, want zij zong Pokerface van Lady Gaga. En ik vond het nummer ook niet echt bij haar passen. En ik dacht echt, wie ben jij? En de hints waren ook, ze was oma. Er was iets met Spanje. En ja, er kwamen een heleboel hints. Ik heb eerst zelfs gedacht aan Natasha Vroeger, omdat het ook iets met vlieguren was. En ik weet dat zij stewardess is geweest. Was het niet. Nee. Dus, het was Willeke Alberti. Dan hadden wij het skelet. En het skelet, dat is een vrouw. Iets met boeken. Geen sporter. Het is wel een professional. Ze heeft een vogelangst. Komt vaak te laat. En ik dacht aan Holly May Brood. Kim Veenstra is ook nog een optie. En ik denk nu aan Fien Vermeulen. Omdat er ook een hint bij zat. Iets met nieuwe tijden. Maar die hint die bleek niet te kloppen. Dus toen viel voor mij Holly een beetje af. Dus ik denk aan Fien Vermeulen. Want Fien Vermeulen die is dus ziek geweest. En die is dus nu hersteld. En die heeft dus nu een boek geschreven. Dan hebben we de lama. En de lama die is heel moeilijk. Want het is een man. Ik heb het vermoeden dat hij uit Kinderen voor Kinderen komt. Ik heb zelf het idee dat er aan het de uitspraak te horen dat er een buitenlands accentje in zit. Een paardenliefhebber. Het plaatje. Toen dacht ik aan het perfecte plaatje. Naast die komt Jurgen Rijman. Dus die staat er nog bij. Ik denk niet dat hij het is. Tel Beckhant hebben we erbij staan. Maar aan het praten denk ik het niet. En ik heb ook nog Jan Kooijman erbij gezet. Omdat de lama heel bewegelijk is qua dansen. Maar dat het accent komt er niet in terug. Dus ik weet het niet. De lama heb ik te veel vraagtekens bij. Maar goed, het was leuk. Ook is Thank You for the Music weer begonnen. Dat had ik opgenomen. Dat heb ik een klein stukje teruggekeken. En wat ik heel fijn vind. En vorig jaar terug is dat begonnen. Dat is ook een programma. Het draait helemaal om muziek. Vind ik hartstikke leuk. Met drie mensen. Die het eerste seizoen was met Miss Montreal, Johnny de Mol en Soenlos. Die hebben dan elke week een gastartiest. En die gaan dan muziek raden door middel van tekeningen. Of ze hebben ook Candlelight. Dan hoor je Jan van Veen, geloof ik. Die heeft een tekst vertaald in het Nederlands. En die gaat die voorlezen. Best moeilijk. Alleen, ik ben niet zo'n fan van Soendels. En dit jaar was Danny de Munt. Dus dat maakte het al wel leuker. Het wordt gepresenteerd door Kim Lian van der Meij. Ook een heel leuk programma. Maar je ziet alweer dat ze tegen elkaar gaan opboksen. Hè? RTL, SBS, Thank You for the Music versus The Masked Singer. Dus nou ja, ik kan het allebei kijken omdat ik de mogelijkheid heb tot opnemen. Dus dat is fijn. Vandaag op de planning. Ja, hij staat wel aardig op de planning. Ik ga de kwasten wassen. Daarna ga ik de foto's maken. Ik moet even mijn laptoptas boven halen. Want die moet morgen mee, de laptop. Ik moet even cadeautjes inpakken. En dat is het. Dus wel wat dingen die ik moet doen. Ik ga zo eerst stofzuigen. De kattenbakken eventjes scheppen. En dan hebben we die dingen gedaan. Ik wil eigenlijk de wasdoek opruimen. Maar dat zou vanavond ook wel even tussendoor met de televisie kunnen. Dat is geen probleem. Dat. Dan heb ik twee pakketjes binnen. Die ga ik even met jullie openen. Ik had namelijk twee dingetjes besteld bij bol.com. Nou, het kwam eigenlijk meer. Ik wilde heel graag iets hebben. En dat zat net onder het bedrag van de bezorging. Ik moest eigenlijk nog voor 1 cent iets erbij hebben om de gratis bezorging te krijgen. En de bezorging was 3 euro. 2 euro. Toen dacht ik, ja, wat ga ik daarvoor bij doen? En toen heb ik een lipstick gekozen. Maar ik zal het even openmaken, want het is in 2 aparte pakketjes gekomen. Allereerst deze. En ik denk dat hier de lipstick in zit. Ik ga je even neerzetten. Dan kan ik hem openmaken. Ik ga deze even omdraaien voordat mijn adres in beeld komt. Oh, dit ging zo. Ja. Dit is een lipstick van. Ben je zelf van? Oh ja. Dit is de Superstay Matte Ink lipstick van Maybelline. En ik vond dit kleurtje heel mooi. Dit kleurtje was 4 nog wat. Dus daarvoor wilde ik hem wel voor hebben. Want normaal is Maybelline wat duurder. Dus dat is deze. De kleur staat er nu niet bij. Die zal ik even onder in beeld neerzetten. Want die staat wel bij mijn bestellijst. Maar ik heb nu even geen zin om te kijken. Ben ik heel eerlijk in. Dus dat is allereerst deze. En dan hebben we dit pakket. En deze wilde ik heel graag hebben. Die is trouwens best wel dik. Hoe ga ik dit openmaken? Op een normale manier.
Ja, dat is toch niet te doen. Daarom zit hier dan niet zo'n handige strip op. Beetje zit ook nog zo'n handige strip. Oh, hier. Nou, het gaat niet soepeltjes. Dit zijn de stempels van CreaChick. Die wilde ik heel graag hebben. Die vond ik heel leuk. Er zitten hele leuke stempels bij. Je hebt 3 vellen. En ik zal hem even op de achterkant laten zien. Het zijn de vellen. Ik zal er nog wel eens wat meer over vertellen. Je hebt bijvoorbeeld maanden. Maar er staan ook lipsticks bij. Een theepot. Ja, gewoon echt hele leuke dingen. Een camera. Ook hele leuke meisjes. Een kopje koffie. En ik wil nog wel eens een kopje koffie tekenen. Dat vind ik vaak moeilijk. En wat is hoe leuk is dat je nu gewoon een stempel hebt. Dat is echt heel erg leuk. Heel blij mee. Dat heb ik ook voor mijn verjaardag gevraagd. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Oh, het heeft ook iets met mus. Oh, kijk eens hoe leuk. Er staat ook het merkje mus staat erop. En ik heb natuurlijk een mus. Super leuk, heel erg blij mee. Dus die had ik gekocht. CreaChick is trouwens een YouTuber die heel veel doet op het creatieve gebied. Dus dat hebben we ook weer. Ik ga nu eventjes stofzuigen en zo. En dan ga ik jullie bij het inpakken van de cadeautje en de kwastenwasser er eventjes bij zetten. Maar nu eerst maar eens even wat doen. Foto's zijn gemaakt en dit was dus het pakketje wat ik van de week had binnengekregen voor de samenwerking. Het is een hangmat, daar heb ik dus net eventjes ook foto's van gemaakt. Voor de rest had ik een paletje van Barbie voor de lippen, wangen en de ogen. Ik heb hier nog een smooth set en prime blur stick van MUW. En ik heb dan de 3 George's Glow Illuminating Face Drops van Kruidvat in 3 kleuren. Het is een beetje een rommeltje. Ik heb hem dan in de kleur 020 Fine Rose. De 010 Cool White. En 030 Soft Gold. Dus die foto's zijn ook klaar. Nou, ik word op dit moment echt helemaal gek. Want ik kan maar 3 kussenhoesjes vinden. Ik weet zeker dat ik er 4 had. Ik zie er gewoon de 4 niet. Ik heb er hier 3. Ik weet gewoon bijna zeker dat ik de 4 heb gekocht. Is dit vervelend? Ik heb de hele actiontas al doorgebladerd. Of er moet er nog één boven liggen. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Ja, de katten die zitten nu meer aan. Moeten eten. Terug naar boven. Auw! Jeetje. Het gaat allemaal niet zoals ik wil. De kaart van mijn moeder is ook niet aangekomen, dus ik heb alweer een warm moment, maar je weet gewoon mij zeker dat ik een 4 had. Nee, hier ligt hij ook niet. Ik heb het goed geteld. Ik was gisteren ook al iets kwijt van de Action. Dat ik ook zeker weet dat ik het heb gekocht en niet meer terug kan vinden. Ik weet zeker dat ik de 4 heb gekocht. Ja! Oh, het gaat dus allemaal weer geweldig. Nou, ik ga nog eventjes goed zoeken in ieder geval. Nou, ik ben helemaal klaar met deze roldag. Gadverdamme, echt waar. Ik weet gewoon zeker dat ik 4. Ik heb jullie de cadeautjes helemaal niet laten zien, want ik... Het ging allemaal eventjes te snel. Het ging allemaal even niet zo lekker. En nou ja, goed, je zult de cadeautjes gaan zien in de shoplog van de Action die volgende week zaterdag online komt.
Ik weet zeker dat ik 4 kussenhoesjes heb gepakt. Ik weet ook zeker, ik heb er ook 4 aangeslagen. Maar ik heb gewoon, omdat ik zeker wist dat ik er 4 had, heb ik hem gewoon 4 keer langs de scanner gehaald. En dus niet goed nageteld. Blijkbaar heb ik er dan toch 3 gepakt. Of dan moet er nog eentje in de auto van mijn coach liggen. Maar dat lijkt me ook niet, want dan had ze mij wel geappt. Ik was ook al een lipliner kwijt. Heb ik hem in het karretje laten liggen? Ik heb hem gepakt. Ben ik hem onderweg verloren? Ik weet het gewoon eventjes niet. Maar het wil gewoon allemaal vandaag niet. De foto's gingen op zich goed. Maar ja, toen was ik aan het creëren met die hangmat waar ik foto's van moest maken. Het wilde ook allemaal even niet zoals ik het wil. Mickey die is super vervelend. Die, toen ik hun eten ging geven, zat ze al gewoon uit de bakjes te eten. Terwijl ik nog bezig was met verdelen. Ze heeft ook heel weinig gehad. Want ze had al gewoon een heleboel op zitten eten. Die zit nu boven te miauwen. Het is gewoon even allemaal stom en vervelend. En ik ben ook gewoon helemaal klaar met deze dag. Ik heb wel alles naar beneden gehaald. Ik moet morgen dus de laptop meenemen. Want Nati die wilde heel graag een ander editprogramma hebben die ik aan het downloaden ben. Ik hoop dat die nog binnenkomt. Ik ga nog even zoeken. Want ja, ik heb de hele action tas al doorzocht. En ik zie echt maar 3 kussensloopjes. Ik snap het helemaal niet meer. Ik ben echt... Ik ben er helemaal klaar mee. Goed, ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga vanavond kijken naar Kou van Holland en Thank You for the Music eventjes. Ik heb ook de laatste Marcella. Dus dan kan ik morgen mooi undercover kijken. Want dan loop ik dan 2 afleveringen van achter. En dan begin ik dinsdag met Jane the Virgin weer. Want dat komt als goed is morgen online. Maar ja, goed. Ik ga nu dus lekker relaxen. En ik probeer vanavond nog even wat aan de vlog te doen. Maar ik heb nu... Het zit allemaal eventjes even niet goed in mijn hoofd. Waardoor het nu allemaal een beetje ontploft. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En dan hoop ik dat ik weer een betere dag heb. Een hele goede morgen op deze zondag. Het is 27 september. Ik ga mezelf even klaarmaken. In onze jury even praten. Het is vroeg, het is 10 uur bijna en mijn vader komt me zo meteen halen, dus ja, we gaan naar mijn moeder toe, omdat hij haar verjaardag viert. Gisteren heeft ze ook al wat visite gehad en ja, vandaag komen wij. Gezellig. Nathalie en Frank en Lente zijn er ook, dus ja, dat is wel leuk. Is het leuk met een plukje hier te alles, hè? Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik had natuurlijk een vreselijke baaldag. Ik heb het kussenhoesje niet meer gevonden. Dus ik denk echt dat ik er uiteindelijk maar 3 heb meegenomen. Dus ja, dat is weer een beetje jammer. Maar goed. Als er echt eentje tekort komt, kan ze er altijd nog eentje bij halen. Het is gewoon niet zo heel slim geweest. Ik heb Kou van Holland gekeken. Het is op zich leuk, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het iets minder leuk. Omdat ik niet heel veel had met de gasten. En de gasten aan de kant van Jeroen zeiden me helemaal niks. Daar heb ik echt letterlijk nooit van gehoord van die mensen. Jeroen heeft het wel gevonden. Dat is wel weer leuk. Want Jeroen ging de laatste tijd niet zo heel lekker. Verloor vaak. Dus dat was nu wel leuk dat hij weer won. Dus de strijd gaat weer een beetje gelijk op. Daarna heb ik Thank You for the Music eventjes gekeken. Ik heb ook nog Ajax gekeken. Want Ajax speelde gisteravond al. Dat was op zich wel... Fijn, want ja, vanmiddag zou ik het missen. We hebben gewonnen, maar ze hebben wel rood gehad. Super stom. Gelukkig hebben we dan nog vast. Ze speelden met 10 tegen 11 en we moesten tegen Vitesse. Nou, dat zijn altijd wel de wat moeilijkere wedstrijden in mijn ogen, maar... Stond op een gegeven moment gelijk. En als uiteindelijk heeft Ajax de winnende gemaakt. Maar het spel kon wel beter. Maar oké. Ik heb de laatste Marcella gekeken.
ja, het einde was vaag. Maar had ik ergens ook wel een beetje verwacht, weet je. Er vielen een hoop slachtoffers. Ik denk ook wel dat dit het laatste seizoen was, ergens. Want ja, ik denk niet dat ze nog een seizoen willen kunnen maken. Want ja, een van de personages uit seizoen 1 en 2 ging ook dood. En ik had er al een beetje een vermoeden van, want ik had al zoiets gezien, zeg maar, in aflevering 1. Ja, dit is dus heel vervelend, want sommige kwasten zijn nog nat. Dus ja, ik had er wel zo'n vermoeden dat dat zou gaan gebeuren. En ja, dat was dus wel jammer, maar ik denk ook dat het wel goed is, want het is, ja... Zoals ik al eerder heb verkondigd, het is wel een mooie serie, maar er zitten wel vage puntjes in. Op zich helemaal niet erg hoor, want ja, weet je, sommige series zijn gewoon wat vager, maar ik denk dat het goed is zo. Ik heb Feuten gekeken, dus dat was ook wel leuk. En ik kon natuurlijk weer slecht in slaap komen. Dat is bij mij echt standaard. Als ik vroeg mijn bed uit moet, kan ik niet slapen. Ik weet niet wat het is. Ja joh, ik ga er lekker bij liggen. Mijn kwastjes die vallen inmiddels een beetje uit dit houdertje. Omdat ik ze daarin had staan om te drogen. Dus ja, dat was verder mijn avond. Ik heb al aan de vlog gewerkt, dus... Die is ook al wel weer voor een groot deel af. Dus dat is ook wel fijn. Dat bevalt gewoon heel goed. Dus ja, dat was het. Ik ga mezelf nu even verder klaarmaken. En dan ga ik jullie meenemen. Ik weet niet in hoeverre ik dingen kan vloggen. Maar sowieso wel even dat de cadeautjes uitgepakt worden. Dus ja, dat is de planning. Dus ik ga jullie proberen... mee te nemen. Dus jullie gaan wel zien wat er vandaag gefilmd wordt, zou ik zeggen. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Jullie hebben even niet zo'n heel mooi beeld, maar ik zit hier even bij de katjes. Want die zijn weer lekker aan het eten. Die hadden me gemist. Het is nu 7 uur geweest. Ik ga zo even douchen en dan ben ik klaar voor weet ik veel. Ik gooi even een paar frikandellen in de airfryer. Ik heb niet zo'n zin in patat of zo. Ik gooi gewoon even een paar frikandellen erin. Heb ik toch wat gegeten. En dan ja, is het ook allemaal goed. Het was echt super gezellig. Ik heb niet heel veel gevlogd, maar het was verder gewoon, weet je, ja, gewoon even het uitpakken van de cadeautjes. Dus dat was super leuk. Ik had van mijn moeder nog de spulletjes van de Senseo meegekregen. Haar oude Senseo die was net had gegeven. En wij hadden dezelfde. Toen zei ze van ja, ik moet maar even kijken wat ik met die spullen doe. Toen wou ze eerst gewoon via een weggeefhoek gratis weggeven. Ik zei maar ik heb ook die Senseo, dus toen mocht ik ze wel hebben. Ik heb mijn alpaca. Kijk, mijn grote alpaca van Lama.
Die had ik gekregen. Die hadden ze al een paar potje teruggekomen. Die waren ze mijn verjaardag vergeten. En nu heb ik hem meegenomen. Dus hoe leuk is deze alpaca? En nog een hele leuke mok met mijn vrienden. Had ik gekregen. Dus deze. Superleuk. Ja, ik ga straks weer veel kijken. Daarna kijk ik naar... Ik ga eventjes nog voor God los kijken. Vanavond kijk ik Undercover. En Rex. Dus dat is het ook wel. Dus ik ga jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu ook even gauw douchen en zo. Dus dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 28 september. Ik ben weer lekker klaargemaakt. Ik voel me ook weer wat fitter. Ik was gisteren op een gegeven moment best wel moe. Maar goed, het enige wat er aan de hand is dat ik het heel koud heb. Dus ik ga sowieso mijn sloffen weer pakken boven. Want ik wil boven ook even stofzuigen en misschien al wat dingen afnemen. In ieder geval spinnenwebben weg en zo. Ik ga niet de hele kamer nu doen, want ik merk dat het altijd best wel veel is. En ik wil gewoon even knutselen, omdat ik dat zaterdag niet heb gedaan. Dus ik ga het gewoon in delen doen, en weet je, dat maakt ook niet uit. Dat is wel fijn als je gewoon geen rekening hoeft te houden met andere mensen, dat je kan doen wat je wil. Ik heb gisteravond wel mijn nagels gedaan. Ik heb dit hele toffe kleurtje opgedaan. Het is neon oranje. Deze komt dus uit die neon collectie waar ik al een paar weken lakjes van laat zien. Dit is de kleur C06 Hot Coral. Inmiddels staat de review trouwens al online op mijn blog. Maar ik vind hem wel heel tof. Heel leuk kleurtje. Dus misschien wel meer voor de zomer. Maar ik had zoiets van, ach weet je, maakt niet uit. Op zich was oranje ook wel bij de herfst. Hè? Pompoenen zie je nu veel. Ik was van de week bij de Welkoop. Toen lagen er ook allemaal pompoenen. En ja, dat was wel heel leuk. Gisteravond heb ik lekker naar weet ik veel gekeken. Ik moet zeggen, ik vond hem best moeilijk. Het was heel erg afwisselend. Makkelijker vragen, moeilijkere vragen. Er kwam op een gegeven moment een vraag. Mijn moeder speelde ook. Nathie speelde niet mee. Er kwam op een gegeven moment een vraag. Je zag drie foto's. Je zag Brad Pitt, George Clooney en Bruce Willis. Dan kwam er een vraag. Die moest je afmaken. En de achternaam daarvan was dus het antwoord. Dus de vraag was, ja, leuke grap, maar... En dan komt er achteraan, ik snap de clue niet. Dat moet je wel net weten. Clue niet werd dan Clooney, dus het was George Clooney. Dus mijn moeder zegt, je wou toch niet zeggen dat jij die vraag snapte? Ik zeg, ja, ik snap hem wel. Dus ik ging hem uitleggen, dus toen moesten we lachen. Daarna heb ik een programma gekeken met Anita Witsier. Ik weet niet precies de naam, maar daarin gaat zij een paar dagen bij een instelling naar binnen. En dit keer, volgens mij doen ze dit seizoen alleen maar mensen met Alzheimer. Ik heb weer heel erg last van tranenogen trouwens. Dat was best wel heftig. Want het zijn best wel mooie programma's. Maar ik vind ze ook best wel heftig. Want ik vind gewoon... Ik heb gewoon echt medelijden met die mensen. Dat ze dan ook echt zeggen... Ja, waarom zit je hier? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Sommigen denken ook dat ze nog weer naar huis toe gaan. En ja, dat is allemaal best wel zielig. Er was ook één mevrouw overleden. Dus ja, dat is allemaal best wel sneu. Ik ken vooral de Vlaamse variant, al heb ik het nooit gezien. Ik zie daar soms stukjes voorbij van komen op Facebook. En dat heet Axel gaat binnen. En dat is een bekende Vlaamse acteur. Die gaat dan ook bij instellingen naar binnen, alleen er zit wat meer variatie in. Omdat hij volgens mij verschillende instellingen neemt. Maar dat lijkt me ook een heel mooi programma. Alleen ik kan dat niet kijken, want het is op de VTM. En in België of in Nederland hebben wij alleen de zender 1. En dus niet VTM. Dus ja, het schijnt dat je het ergens wel moet kunnen kijken. Dus ik ga nog eens kijken of ik het misschien kan opzoeken. Want het lijkt me echt mooi om dat ook eens te zien. Voor de rest heb ik Undercover gekeken. Dat was ook weer super mooi. Ja. Je moet weer een beetje inkomen, maar sinds ik eigenlijk de eerste aflevering vond ik niet zo goed. Maar vanaf aflevering 2 vond ik het toch, greep het me wel weer. Dus ik heb vanavond nog aflevering 4 en als het goed is staat Jane the Virgin er ook op. Dus dan kan ik die morgen gaan bekijken. En ik heb rechts gekeken, dus dat is mijn avondfoto's bewerkt, dus het was eigenlijk prima. Nu ga ik zo meteen hier eerst even goed stofzuigen, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Want eigenlijk toen ik vrijwel klaargemaakt was, moest ik ook direct weg. Dus... en het was ook veel te vroeg voor mijn zondag om te gaan stofzuigen. Want ik weet niet hoe de mensen hier zijn met slapen. Ja, dan lijkt het me ook wel rot als iemand dan al super vroeg gaat stofzuigen. Ik ga de kattenbak even scheppen. Dan ga ik even kijken of ik boven kom met in ieder geval dingen opruimen. En even in ieder geval de stofzuiger er doorheen halen. En daarna ga ik bullet journalen en daar zal ik jullie dan bij zetten. Maar ik ga nu eerst even hier stofzuigen. Er gaat een appje binnen van mijn vader die...
Er zijn al wat dingen uitgelekt. Er is vanavond een persconferentie. Die is weer naar voren gehaald. Had ik ook al verwacht. Ik heb het gisteren ook al een paar keer genoemd. We zullen van de week weer persconferentie krijgen. Toen werd ik al wakker met appjes. We hebben vanavond persconferentie. En nu stuurde mijn vader al iets van teletext dat er al wat dingen waren uitgelekt. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb gisteren, dat wilde ik jullie nog echt even vertellen. Ik heb zo lekker met Lente geknuffeld. Ik mocht Lente weer vasthouden. Oh, dat oog, het is echt verschrikkelijk. Nee, ik ben niet aan het huilen, maar ik heb gewoon echt heel erg last van traanogen. Maar goed, ik mocht Lente weer vasthouden en dat was zo leuk. En ze zat zo lekker bij me. Maar Lente, die moet je op een gegeven moment een paar keer ook in een andere houding zetten. Want Lente houdt het niet heel lang vol op één houding. Eerst zat ze gewoon lekker op schoot. En zat ze lekker om me heen te kijken. Toen heb ik er nog tegen me aangehad. En toen legde ik er zo, ik zat gewoon. En toen had ik mijn knieën bij elkaar. Toen legde ik haar neer. Ze had me zo glimlachend. Ze had gewoon te lachen, joh. Echt, oh, wat een pretbekkie heeft dat kindje. Echt zo schattig. Ze zat er bij mijn moeder op schoot. Ze zat me de hele tijd aan te kijken. Zo met die blauwe oogjes. Zij heeft zulke mooie oogjes. Ik ben echt heel benieuwd of ze die oogjes houdt. Misschien dat ze, als ze Frankert ogen heeft, houdt ze ze. Ze zijn zo mooi blauw. Maar het is zo'n lekker lief kindje, echt. Het is zo leuk en ze gaat zo hard. Ze brabbelt al een beetje. En oh, ja, ik kan er echt van genieten om even lekker tijd met haar door te nemen. Zoals met mijn verjaardag kon ik het even niet vasthouden. Toen was ze ook heel moe, maar dan ga ik wel een paar keer bij haar zitten. En dan ga ik gewoon eventjes over de wangetjes strijken of aan haar voetjes zitten. Ja. Was zo'n bijzonder moment om haar vast te houden. Ik vond het zo fijn dat ik er weer even op schoot kon hebben. Ah, oh, heerlijk. Goed, maar nu ga ik dus echt even wat doen. Ik heb jullie even meegenomen naar boven om jullie even een aanblik te geven van de situatie hoe die nu is. Je ziet overal spullen staan. Je ziet daar heel veel schoenen staan. Dan moet die goed stopgesloten worden, want het is goor. En hier moeten dozen weg. Ik moet echt even wat gaan doen. Ik heb even gewoon de doekjes meegenomen dat ik in ieder geval wat kan afnemen. En dan ga ik van de week gewoon verder. Ik ga het dus niet in één keer doen. Maar waar ik mee ga beginnen is het spinnendag. Ik ga jullie verder niet bijzetten. Maar dan heb je even een idee van wat ik allemaal moet gaan doen. Zo, mijn vriendjes van het goede leven, die hebben net hun eten op. Het tijgertje was wat traag vandaag, maar dat geeft niet. Maar ik heb wel het gevoel dat ik lekker bezig ben geweest. Oh, dan gaat er nu net in de keuken in en de wasmachine draait. En het was al zo dom, want ze hadden op het kleedje die in het relaxhokje ligt, hadden ze gespuugd. En ook op de stoel waar ik altijd op zit, dus ik heb dat in de was gedaan. Maar toen dacht ik me net, shit, ik had eigenlijk nog een kussentje die erbij moest. Maar ben ik vergeten. Ja, is even niet anders. Ik had trouwens wel lipgloss op, maar het is een hele felle oranje, lijkt hij in het doosje. Maar hij is heel erg, hij ziet er eigenlijk niet uit als je hem zo opbrengt. Dus ik vind hem niet echt tof. Ik denk dat ik hem morgen toch even lekker een ander kleurtje op ga doen. Want dit is niet, dit is niet wat ik graag wil. Want ik hou echt wel van kleur. Ik heb boven niet superveel gedaan, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb wel alle schoenen netjes gezet. Ik heb mijn knutselhoek heb ik helemaal netjes gemaakt. Ik heb de spullen van de Action heb ik opgeruimd. Maar er staat ook nog best wel veel. Maar ik moet het gewoon echt in delen doen. Want ik merk dat ik daar nog niet echt een routine in heb. Zoals bij de benedenverdieping heb ik gewoon een complete routine in. Hè. Alles heeft een bepaalde dag waarin ik dat schoonmaak. Maar boven zit er wel echt een beetje de slorden in.
Dus ik wil dat wel weer proberen meer op te pakken. Maar ik vind het gewoon momenteel even een beetje moeilijk. Maar ja, goed. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het was fijn geweest als het was gelukt. Maar het is niet gelukt. Ik ga even lekker relaxen. Ik heb wel even lekker nog geknutseld. Dus dat was fijn. Vanavond kijk ik voor hetzelfde geld. En weer lekker Chateau Meiland. Daar heb ik zin in. Dan heb ik vanavond nog een aflevering van Undercover en Rex. Ik moet nog even een paar foto's bewerken. Ik had artikel online. En ik moet ook nog bezig voor het artikel voor morgen. Want dat is een opdracht die ik eigenlijk morgen online wil hebben. Dus ik hoop dat dat lukt. En anders wordt het donderdag. Maar dat vind ik die. Dat wil ik altijd heel goed doen. En dat wil ik ook altijd. Dat neem ik ook altijd heel serieus. En dan. Ja, soms vind ik het dan weer niet goed genoeg. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik ga het gewoon proberen. Ja, ik ga nu lekker relaxen, want we hoeven niks meer te doen. Straks koken en uiteraard dan zit ik klaar voor de persconferentie. Dus ik ben heel benieuwd wat die gaat brengen. Maar goed, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ja, ik zit een beetje vol. Misschien hoor je het aan, maar mijn stem is niet echt lekker. Dus nou ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 29 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb het koud. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb het zo onwijs koud. Ik zit echt te bibberen. Maar goed, ik ga zo toch aan de gang. Dus dan zal ik wel wat warmer worden. Gisteravond lekker televisie gekeken. Voor hetzelfde geld gekeken. Wederom weer een niet geslaagde zoektocht. Ja, ik moet ook zeggen, de stijl die mensen zochten, dat stond mij totaal niet aan. Ze zochten heel erg landelijk en boerderijtjes en zo. Nou, dat zou ik echt helemaal niks vinden. Maar goed, het was dus ook niet geslaagd dat ze in dat huis wilden gaan wonen. Ik vond het ook niet echt een mooi huis. Maar dat vond ik bij alle drie de huizen niet. Dus ja, weet je, het is een risico. Oh, ik ga dit omhoog trekken. Voor de rest heb ik lekker Chateau Meiland gekeken. Ik heb weer heel erg gelachen en ja, dat blijft gewoon heel leuk. Ik heb foto's bewerkt. Ik heb al een deel voor het artikel geschreven die ik vandaag nog online wil hebben voor de campagne of het product wat ik heb ontvangen. Dus die is bijna af. Mijn artikel zelf is ook al online gekomen gisteren, dus dat is allemaal goed gegaan. Ik heb Undercover weer gekeken en ik baalde nu heel erg van dat ik niet door kan kijken, want dat wil je gewoon. Maar goed, zondag weer een nieuwe uitzending. En als het goed is, staat Jane de Virgin online. En anders, als die niet online zit, moet ik wat nieuws opzoeken. Maar goed, Rex gekeken. Dus dat was verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik had wel lekker gegeten. Ja, de persconferentie natuurlijk gekeken. Ik had het verwacht. Ik vind de maatregelen nog vrij mals. Ik vind het niet heel ernstig of zo. Ja, de kroegen moeten geloof ik om 9 uur mag er niemand meer binnenkomen. En om 10 uur moet je dicht. Ja. En toen hoorde ik gelijk al op het nieuws dat toch een paar mensen zeggen, nou, dan ga ik toch om 4 uur naar de kroeg. Het helpt niet. Weet je, dan gaan mensen gewoon vroeger naar de kroeg en dat wist ik. Dus, Nathalie appt. Nathalie die wilde een nieuw programma hebben voor het editen. En die had ik dus gevonden. Die had ik dus meegenomen. Die had ik zondag meegenomen met de laptop. Toen was zij haar HD vergeten. Haar externe harde schijf. Toen zei ik van, heb je je camera bij je? Ja, zegt ze. Ik zeg, zet hem wel op dat kaartje. Die heeft ze dus nu geïnstalleerd. En dat ding dat werkt dus gewoon top. Dus ze is weer helemaal blij. Het gaat nu heel vlug met editen. Ik zelf gebruik Final Cut Pro. Daar heeft zij ook gebruik van gemaakt. Maar zij wilde heel graag overstappen op een andere. Want wel zeggen, Final Cut Pro geeft ook wel heel veel. Neemt heel veel ruimte in. En deze is relatief klein. Hij heeft er heel lang over gedaan om binnen te komen. Maar was echt maar een paar MB. Ik dacht echt van, nou is dit wel goed. Maar ze zeggen dat het heel goed werkt. Dus dat is top. Ja, ik ga zo even beginnen met de kattenbakken. Ik ga ook mijn sloffen naar beneden halen. Want op dit moment draag ik dit. En het ziet er niet uit. Ik heb deze ooit eens bij de Primark gevonden. Maar ik had gisteravond de boel al dicht. En ik had geen zin om de boven te lopen om mijn slof te halen. Toen heb ik deze gepakt. Dat ik in ieder geval wat aan mijn voeten had. Maar ze zitten niet zo super warm. Dus ik heb echt wel mijn sloffen even nodig straks. Dus de kattenbakken, de gang en de douche. Het is nu de week van de grotere schoonmaak. Dus we doen nu alles weer wat grondiger. Geef niet.
Dus ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik eens eventjes aan de gang. Want ik heb verder ook niet heel veel te vertellen. Dus ja, des te eerder ben ik ook weer klaar. Ik heb wel een andere lipstick op. Ik dacht eigenlijk dat die zou matchen bij mijn nagels. Maar dat is niet zo, want dit is toch meer rood. En hij leek in het hulsje leek hij meer oranje. Maar ze komen niet helemaal overeen. Maar ik heb nog wel oranje kleurtjes. Dat kan ik de rest van de week dan dragen. Maar nu gaan we even wat doen. Zo, ik ben lekker klaar met alles. Ik heb alles weer gedaan. Alleen mijn nagels zijn heel erg beschadigd. Deze en deze. Dat is een beetje jammer. Die ga ik straks wel eventjes bijwerken. Ik heb een wasje erin zitten. De douche is schoon. De gang is schoon. Ik heb nu ook weer matjes voor de kattenbakken liggen. Kijk. Kattenboten. En hier heb ik ook die mand staan. Dus heel tevreden. Met deze schone dingen. Ik ga nu ook verder niks meer doen dan relaxen, want ik ben zat. Ik heb last van mijn rug, dus ik vind het wel mooi geweest. Ik kijk vanavond Frank en Rogier checken in. Ik kijk... wat kijk ik nog meer? Getekend voor het leven komt als het goed is weer. Ik ga sowieso Rex kijken en even kijken of Jane Virgin erop staat. Maar dat horen jullie dan morgen, want dat durf ik nu niet te zeggen. En voor de rest ook even lekker relaxed. Ik ben wel even zat. En ik ga eventjes de vlog in elkaar zetten. En mijn foto's bewerken. Dus dat is het. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Mijn camera is bijna leeg. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aanzetten. Krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Nogmaals bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een nieuwe video weer te zien. Doeg!